Oké. Marvin Jonkelman. Hi. Hi. Oeh, Alika Zemmel, het wordt steeds gekker. Jij doet alles voor views. Salam alaikum mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En vandaag, zoals je ziet, ik heb mijn jas weer aan. Ik ben wel helemaal ready, clean, to go. Vlog is daar aan het uploaden. Dat is geregeld. Mijn tas, wanneer jullie moeten weten dat zodra ik deze tas heb, dat ik op, weet toch, dan gaan we dingen regelen. Wat, dan gaan wij dingen regelen. En vandaag is weer zo'n dag, we gaan eventjes met het geheime project waar jij en ik mee bezig zijn. Ik ga zo meteen richting zijn kantoor toe, gaan we even een paar dingen daarvoor doen. Ik weet nog niet wanneer we gaan onthullen hoe en wat, want we hebben wel al een datum wanneer het geheime project uit gaat komen. Maar hoe we dat al gaan promoten, zeg maar, daarvoor, dan moet ik nog even erachteraan gaan, even kijken hoe ik dat precies ga doen. Voor de rest, ik ga denk ik Izzy ophalen, even kijken wat hij doet. En ja, laten we toch maar beginnen. En ik zeg volg. Yes, even wasstraatje snel pakken, even de car weer clean. Kijk eens. Even clean ze. Even checken waar Izzy is, ik ga hem even zo bellen. Wojo, drijf maar! Snap je? Ga toch hier buiten opnemen. Ik hoor niks, hè? Oh, die komt zo, denk ik. Oké. Begin maar wat. Even kijken, gaat die komen? Wacht, ik zie nu pas. Er zit gewoon fucking saus tussen mijn vingers. Sjoma. Gevaarlijk licht. Smel, kom eens. Kom eens kijken, Smel. Ja, kom eens erbij. Ik voel me weer bruin, alsof ik naar Barcelona ben. Hallo Hiesje! Zo, ringen. Wat is dit dan, joh? Hij staat nog niet eens op vellen, hij kan nog vellen, kijk. Wauw, is 50 nu. Hé, doe normaal man, gek! Zo. Pff, dit is het lichtje wat ik heb gekocht, mensen. Hé, maar je moet sterke, getrainde ogen hebben daarvoor. Marvin Jonkelman! Hi. Het is beter, man. Hi, man. Oké, Jelle, vertel je verhaal. Maar we zijn nog steeds bezig met het geheime project. En ik weet niet in hoeverre, op Snapchat heb je wel verteld wat we een beetje aan het doen zijn, toch? Nee, ze hebben een beetje gehoord. Oh, mijn arend. Wojo. Gaan we ze vandaag een hint geven? We gaan ze een hint geven. Oké, wat voor hint gaan we ze geven? Oh, wil je... Hier, wacht, we gaan alleen dit doen, kijk. Ik denk dat dit meer dan genoeg hint is. Oké. Okay. Doe maar in de comments wat jullie denken. En ik vind dat Youssef iets moet weggeven. Aan drie mensen die het raden. Je mag bedenken wat je gaat weggeven. Geld of cadeaubon. Bosje bloemen. Of wij doen iets leukers. Wat dan? We gaan iets verzinnen voor de mensen die het gaan delen. Oké, jammer. Dan pik ik er drie uit. Een meet and greet? Nee hoor, meet and greet is niet zo leuk. Standaard. Ik ga er iets voor verzinnen. Komt goed. Allee, van mij krijgen jullie niks. Van Marvin Jonkelman krijgen jullie niks. Wacht. Kijk, als je naar de tv gaat, kun je ze eigenlijk ook wel een hint geven, vind ik. Die tv, daar. Yo man. Een beetje. Snel, niet te lang. Klaar. Oké, jalla. Marvin Jonkelman. Nog 5 nachtjes slapen en dan is het project klaar. Inshallah. Ongeveer. Jalla. Volg. Doei. Zeg eens volg. Asabi, we hebben een keer hebben we die volg al gedaan. Zeg volg. Laat dan de mensen zien. Zeg volg. Volg. Ja, vandaag was dus niet echt een dagje waarvan je denkt van... Jee, heel veel actie. Dus dat viel wel mee. Ik kreeg trouwens dit in de post vandaag van Fanix. Tony Chocolonely. Een beetje liefde voor Youssef. Dat is liefde, man. Bedankt voor jouw inzet het afgelopen jaar. Een paar maanden. Van, ik wens jou gezellige feestdagen en een top 2017 toe. Geniet en wees altijd welkom bij jezelf. Van, ik. Love, man. Dat is liefde, man. Van, ik. Dat is echt liefde, man. Je ziet het ook allemaal hartjes en dat soort dingen. Liefde, liefde, liefde. Ik ga er even voor zitten, hoor. Want we zijn weer eens bezig geweest, zie ik allemaal, dames en heren. Ik ga even terugkomen op de video die ik gisteren heb geüpload. Technisch gezien vandaag heb geüpload. Wat, die kat begint weer. Was jij tranquilleidig? Besef, het is 2:30 in de avond. 2:30. En ik doe dit gewoon. Maar ik vind het wel nodig
Wat ik weer jammer vind. Er is een hele toffe actie, was er. Kijk, tuurlijk, ik ga je heel eerlijk toegeven. Ik had liever gewild dat het een ander soort actie was geweest. Dus ik had liever iets in de trant van doe 20 push-ups of doe een handstand. In plaats van lak je nagels. Maar ik snap de actie. En laat me even duidelijk vermelden. Deze jongen en zijn vader, die hebben dus er gewoon voor gezorgd. Dat door middel van hun actie er meer dan 1 miljoen euro is opgehaald. Voor het Rode Kruis, zeg maar, voor Serious Request en voor het goede doel. Gewoon meer dan 1 miljoen door hun actie, hè. De actie van 3FM, Serious Request, ging dit jaar niet zo goed. Maar door deze actie heeft het gewoon het hele ding gewoon gered. En als het goed is, is morgen, vandaag, wanneer jullie dit zien, is de laatste dag van Serious Request en komt het bedrag naar buiten hoeveel het is geworden. Ik denk bij mezelf, ik doe gewoon mee met de toffe actie. Ik doe nagellak. Ik heb nagellak gedaan, ik heb het gedaan met alles wat in mij zit, wat tegen zegt van nee, doe het niet, ik heb het toch gedaan. En ik heb het daarna wel meteen eraf gehaald. Dus letterlijk, Lisa die erbij was, de dame die het zeg maar ging filmen, die van First, die zag ook dat ik meteen daarna het eraf haalde. Niet omdat ik zeg maar geen respect toonde aan de actie en dat, weet je, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb er zelfs een foto over gepost, ik heb zelfs mensen genomineerd en dat soort dingen. Maar het is niet mijn ding, dus dat is het moment, ik heb het meteen eraf gehaald. Puur gewoon om te laten zien van, yo, ik heb het gedaan, ik haal het meteen eraf. Nou, zie ik zoveel reacties en ik ben er niet eens boos over, maar ik vind het jammer. Ik heb zoveel reacties ook moeten verwijderen. En nee, geloof mij, erger, je gaat niemand op YouTube vinden met een nog dikkere huid als die ik heb. Ik kan tegen alles. Over mij kan je alles roepen. Roep wat je wil roepen, maakt het niet uit. Het is maar internet, het is maar iemand die je typt. Weet je? Zolang het maar niet op straat bij mij gebeurt. Ik heb nog nooit gehad dat iemand echt iets geks tegen mij riep of deed op straat. Geloof me. Dat gebeurt niet. Bij mij in ieder geval. Gebeurt dat niet. Test me niet, want dat gebeurt niet. Geloof me. En... En ik vond het vooral jammer, weet je. Het was een actie voor het goede doel. En dan vind ik het jammer dat er dan zo wordt gereageerd van... Oh, homo, zemmer. Kijk, weet je wat is? Zeg wat je wilt zeggen over mij. I don't care, asa. Ik heb zoveel andere dingen aan mijn hoofd. Mattie, ga ik mij moet stressen om wat daar in de reacties zit. Maar ik vind het jammer. En dat is de reden waarom ik het verwijder. Omdat ik vind dat het een negatief beeld weergeeft. Ten eerste van jouzelf. Je typt de reactie, oh, kanker homo, kanker zemmer, toch gek, dit en dat. Je zet jezelf alleen maar verschut. Dus ik help jou alleen maar door die reactie weg te halen. Want geloof me, dat doen kleine kinderen die doen dat. Later wanneer ze ouder worden, gaan ze denken van, ah, jammer, had ik het maar niet gedaan. Weet je, geloof me, ik neem het je niet kwalijk. Want op jouw leeftijd zou ik precies hetzelfde doen. Misschien niet reageren, want het zou me te weinig boeien. Maar... ik zou wel dezelfde gedachten, denk ik, hebben. Maar nu je ouder wordt. Ik zeg niet dat ik oud ben, maar je wordt ouder. Je wordt wijzer. Je leert dingen. Je ziet dingen. Dat denk je bij jezelf van. Ga maar hierom moeten stressen. Allah, ik stress mij hierom. Even serieus. Maar ik vind het wel. Ik heb wel even een paar reacties. Heb ik expres gelaten. Ik had het al verwacht hoor. Het is niet trouwens dat ik dit niet had verwacht. En voor de mensen zeggen. Ja, waarom doneer je niet gewoon? Ik heb gedoneerd. Maar ik hoef dat toch niet altijd te vertellen. Geloof mij, ik doe genoeg dingen achter de schermen waar jullie niks van af weten. Maar dat is ook niet iets waar jullie van af hoeven te weten. Als ik het laat zien, dan is dat met een bewuste doel, met een bewuste keuze. En ik doe ook dingen meestal met een bewust iets, zeg maar, erachter. Het is niet dat ik zomaar iets doe. Dit moest je niet doen, man. Dit was heel fout om te doen. Je had beter gewoon geld moeten doneren en die nagellak laten staan. Ik heb het beide gedaan. Ik heb het allebei gedaan. Eentje, ha, gay. Eentje zegt, Youssef, echt niet van je verwacht, man. Zou best kunnen. Verwacht het onverwachte, zou ik zeggen. Geloof me. Juist de mensen die onverwacht zijn, die gaan het ver maken in het leven. Onverwacht, van de mensen waarvan je het niet verwacht, bam. Die komen ver. Let maar op. Je zal het zelf nog wel zien. Maar er zijn ook genoeg mensen in de reacties die zeggen, bijvoorbeeld eentje hier... kinders hier in de comments. Hij heeft dit niet gedaan omdat hij een meisje wil zijn of whatever. Hij heeft het voor een goed doel gedaan. Kijk, ah, ben je naar de oorzaak en focus je op dat. Een heleboel mensen die gingen ook reageren zonder dat ze weten waarvoor het was. Check eerst de vlog.
Ik heb misschien niet, misschien ligt het ook aan mij hoor. Misschien heb ik niet altijd duidelijk aangegeven waarvoor het precies is. Maar check eerst iets. Ik zou altijd eerst iets checken voordat je je mond gaat openen. En tenminste je mond gaat openen voordat je gaat tikken, dat soort dingen. Maar met dit soort dingen dan maak je ook meteen onderscheid, weet je. Dan het vuil wat er is onder die YouTube video's kijkt, dat wordt weggegooid. En het goede dat blijft over. En dat zie je nu ook weer terugkomen. Snap je? Dus daarom, ik vond het wel gewoon... Oh ja, deze vind ik leuk. Mokro Sam. Daarmee refereren naar Boku Sam die zijn nagels elke dag lakt volgens mij. Ik doe dat niet. Maar Mokro Sam. Wat is dat met jullie zogenaamde bekende mokro's? Tussen twee haakjes. Niet de echte broeders dus. Wat bekendheid en money doet met jullie is toch tenen krommend. En dan noemt hij nog Yeser en Hani Qhwa Puhaha. Fistfuck jezelf met die pauwvuist, Kaulo Sukkel. Neem voorbeeld van Salah Hedin, die man is echt een man. En voorbeeld voor jullie allemaal, word jij maar de next Ali B. Ja. Wat moet je nou daarover vertellen? Er valt weinig over te vertellen. Nog eentje kijken. Tfu'alika zemmel, het wordt steeds gekker. Jij doet alles voor views. Geloof mij, als ik alles zou doen voor de views, dan pas zouden jullie die reacties daarover kunnen zetten en dat soort dingen. Maar ik kies daar niet voor. Geloof mij. Ik had ook een heleboel andere dingen kunnen doen die lucratiever zijn, waarvan ik denk van dit pakt veel meer views. Maar ik heb nog die schaamte in me. Ik heb die schaamte, je weet toch. Maar voor de rest, ik weet niet man, ik ga er niet te veel op in. Ik vind dat ik gewoon klaar. Dit is mijn reactie, dit is mijn vlog voor vandaag. Het was niet heel denderend of wat dan ook. Het geheime project, dat komt binnenkort aan. Morgen gaan we beginnen met Morgen gaan we beginnen met ook voor het geheime project dit en dat. En ik ga het nog wel vertellen, wat dat komt allemaal goed. Voor nu, jullie zien het aan mijn kapotte hoofd, moet morgenochtend weer vroeg opstaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En als je mijn mening respecteert, gooi gewoon even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet om dingen te vergeet niet om een reactie te plaatsen. Vergeet niet om hieronder te abonneren. En vergeet niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met een...